Maar de spelers, die hebben, het enige wat ze zeggen was... we moeten onze eigen mening vormen. Nou ja, daar zijn ze dan nu nog steeds mee bezig, denk ik. Ja. Goedenavond allemaal. De wereld keek met verbijstering toe toen Qatar in 2010 het WK kreeg toebedeeld. 12 jaar lang hebben arbeidsmigranten gebouwd aan stadions, aan een geheel nieuwe stad, aan een totale infrastructuur om dit allemaal mogelijk te maken. Jaren van corruptie, mensenrechten schendingen en honderden of misschien wel duizenden doden later is het nu eindelijk begonnen, het WK. Daar gaan we het vanavond over hebben, over voetbal en politiek. In de eerste helft zitten we hier met Danny Goosen, televisiemaker van het programma In de Schaduw van het WK. Sportjournalist Matthijs van Dam van Trouw. En Floor Beuning van Amnesty International, waar jij je richt op Saoedi-Arabië, Jemen en Qatar. Laten we even beginnen met het beeld dat Qatar van zichzelf wil neerzetten. Want ze hebben natuurlijk een hoop gedaan om dit WK mogelijk te maken. Ik zei het net al, ze hebben een hele stad gebouwd. Ze hebben allerlei dingen gedaan om zo goed mogelijk uit de verf te komen. Waarom is dit zo belangrijk voor Qatar? Omdat het goed is voor zaken, het is goed voor je imago. Ja. Het land bekender maken en dat is denk ik wel heel erg mislukt. Het is uiteindelijk een groot PR-fiasco geworden. Qatar stond voorheen, voordat het WK werd toegewezen aan Qatar, niet bekend om de ernstige mensenrechten schendingen. Anders dan bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Mensen spreken over sportswashing, waarbij een sportevenement wordt gebruikt om af te leiden van ernstige mensenrechten schendingen. In Qatar was dat volgens mij eigenlijk niet het geval. Het is juist het omgekeerde. De organisatie heeft dus die aandacht uiteindelijk gebracht naar de ernstige mensenrechten schendingen. Ja. Maar als je kijkt naar de situatie van arbeidsmigranten in de regio. Dan op 12 jaar geleden, toen het WK werd toegewezen aan Qatar, was daar dat kafala-systeem dat echt vergelijkbaar is met andere landen in de golfregio. Ja, dat kafala-systeem, dat is een half slavernij-systeem, als ik het goed begrijp. Hè? Klopt, nee, het is eigenlijk een systeem voor gastarbeiders, dat als je naar Qatar komt, dan heb jij een sponsor nodig. En een sponsor, dat is eigenlijk niets meer dan een eigenaar. En dat is vaak dat een bedrijf waarvoor je werkt. En die is verantwoordelijk voor jouw verblijfstatus. En dus ook voor jouw werk. En in principe heb je daar heel weinig rechten als gastarbeider. Dus die mensen komen eigenlijk op het moment dat ze het vliegtuig uitstappen in Doha, komen ze al direct in een hele penibele situatie. Ja. Waar ze eigenlijk zelf heel weinig keuzevrijheid over hebben. Heb je veel van dit soort mensen gesproken? We hebben niet zoveel mensen gesproken die terugkwamen. Die heb je ongetwijfeld gewoon echt de benen bijvoorbeeld kapot is of rug of enzovoort. Wij kozen voor om meer met mensen te praten, nabestaanden te praten. Ja, je hebt ook fragmenten waarin de lijkwagens met per vliegtuig terugkomen met de mensen erin. Hoe is dat voor die nabestaanden? Die jongen die werkt ook in Qatar samen met zijn vader. Dus dat was ook best pijnlijk dat je boven zit, weet dat je lichaam van je vader daar beneden is. Die aan een natuurlijke dood ook overleden is. Dus het was voor die jongen ontzettend pijnlijk. En dan komt hij in Nepal en dan moet hij echt een uur lang papierwerk afhandelen. En hij was helemaal gefrustreerd. Hij moest nog 9 uur rijden naar zijn dorpje. En het was ontzettend pijnlijk voor die jongen. Ja, en natuurlijke dood, zeg je? Ja, dat krijgen ze volgens mij bijna allemaal. Ze krijgen een papiertje mee, natuurlijke dood. En ja, dus wij zijn niet aansprakelijk voor zijn doden, voor wat daar gebeurd is. En het bedrijf voor wie hij werkte ook niet. Dus je kan niks beginnen. En je kan er eigenlijk nooit achterkomen wat er echt gebeurd is. Nee. Waarom willen die Nepalezen zo graag naar Qatar? Het zijn volgens mij wel de armste mensen van de allerarmste. Je komt in dorpen waar gewoon echt werkelijk niks is. Ze hebben zo'n pomp waar ze water uit de grond halen. Ze hebben geen normale wc's, ze hebben geen normale kookplaten. Het is echt armoede. Als iemand je de kans geeft om heel veel geld te verdienen, want dat wordt altijd gezegd van ja, daar kan je heel veel geld verdienen. Qatar is rijk land, enzovoort, enzovoort. Ja, dan ben je gek als je dat niet doet. Ja, Matthijs, jij bent dus naar Bangladesh geweest. Daar heb je ook iemand gesproken, Zakir Hussein. Zakir was een jaar of 53 toen ik in augustus bij hem op bezoek kwam. Hij heeft er 15 jaar gezeten. Dat is echt heel lang voor gastarbeiders. Hij heeft aan het Khalifa-stadion gewerkt. Daar heeft hij de veldverlichting gedaan, wat geleverd is door Signify. Dat was op dat moment, dan hebben we het over begin 2016, was dat nog Philips Lighting. Dus dat was een Nederlands bedrijf.
het dochterbedrijf van het grote Philips. Dan merk je al heel snel dat daar echt elke letter van de arbeidswet geschonden is. Ja, en dan benader je op een gegeven moment Philips dus met die vragen. En ze ontkennen het niet. Om de hele simpele reden dat ze niet weten wat daar gebeurd is. Want op het moment dat hun producten daar geïnstalleerd zijn in dat stadion, was er geen personeel aanwezig. Danny zei net, hè, ze worden daarheen gelokt eigenlijk met het belofte, Qatar is een rijk land, je gaat daar heel veel geld verdienen. Wat verdiende Zakir? Ongeveer 6 euro per maand. Ja, hem was 100 euro beloofd in Bangladesh. En dat is, was voor hem een godsvermogen. Ja. Hij vertelde dat hij geen salaris kon noemen wat hij vooraf in Bangladesh verdiende. Hij werkte op het land bij iemand als rijstboer. En hij keek elke dag maar wat de baas voor zijn diensten over had. En daarmee ging hij naar de marktplaats om iets te kopen. Dus alles is beter inderdaad, wat Danny ook zegt. Dit is een keuze tussen verhongeren of de slavernij in. Hoeveel geld heeft Nederland, denk jij, verdiend aan Qatar? Kan ik echt niet zeggen. Nee. Daar hebben we gewoon veel te weinig informatie voor. Maar zit dat in miljoenen? Ja, dat zit wel in de miljoenen. Ja. Sowieso in de tientallen miljoenen. Heel veel bedrijven zijn gewoon niet transparant over wat ze daar precies hebben gedaan en hoeveel geld ze daar hebben verdiend. Het zit eigenlijk zo dat in 2012 heeft Buitenlandse Zaken een taskforce opgericht. Om met Nederlandse bedrijven in wisselende samenstelling naar Qatar te gaan op handelsmissie. En het idee was, dan gaan we daar met z'n allen WK-projecten in de wacht slepen, inderdaad. Na een paar jaar ging Buitenlandse Zaken eens inventariseren bij die bedrijven. Goh, wat doen jullie daar nog? Heel veel bedrijven die hadden helemaal niet zoveel zin om Buitenlandse Zaken te vertellen wat ze daar hadden gedaan. En dan zie je dat ze ook op bezorgd worden over die schimmigheid. Floor, Nederlandse bedrijven moeten toch in principe voldoen aan allerlei regels? Het zijn verantwoordelijkheden die ze hebben en geen verplichtingen. Dus er is nog geen wet die bedrijven verplicht om in derde landen ervoor te zorgen dat ze niet bijdragen aan schendingen. Wat je nu hebt zijn richtlijnen, de OESO-richtlijnen of de VN-richtlijnen voor mensenrechten en bedrijven. En daarin staat dus dat als je als bedrijf ergens activiteiten gaat ontplooien, dan moet je vooraf eerst heel goed in kaart brengen waar de risico's liggen voor mensenrechten, maar ook een negatieve impact op milieu bijvoorbeeld. En dan vervolgens moet je gaan kijken hoe je die, als daar mogelijk een negatieve impact is, hoe je die gaat inperken. En dan moet je dat ook vervolgens gaan monitoren de hele tijd. En dat is echt wel een behoorlijke klus. En helemaal als je naar een land als Qatar gaat, moet je dat gewoon heel serieus aanpakken. En in Qatar kun je als bedrijf niet zeggen, zelfs 12 jaar geleden niet, van ja, we wisten niet wat er aan de hand was. Er was toen al heel veel bekend over dat kafala-systeem daar en over die machtsongelijkheid waaronder arbeiders komen te werken. Ja. En dat vaak tot misbruik leidt. De Nederlandse overheid heeft ook een hele belangrijke rol om bedrijven te waarschuwen en ook om strikte voorwaarden te stellen voor als je meegaat op missie, dan laat dan zien hoe je dat serieus aan gaat pakken straks. En dat hebben ze dus in het geval van Qatar niet gedaan. En dat doen ze nog steeds in heel veel landen niet. En de overheid heeft dus ook niet de macht om ze daaraan te houden. Op zijn minst zou de overheid natuurlijk kunnen bedrijven die steun kunnen ontzeggen. Dus niet meegaan op missies als je niet kunt laten zien dat je dat serieus gaat aanpakken. En het is heel makkelijk ook voor bedrijven vaak om te wijzen naar anderen. Hè? Want heel veel Nederlandse bedrijven staan een beetje aan de top van de piramide. Dit zijn niet vaak de uitvoerende bedrijven, dus die de arbeiders in dienst nemen die de echte bouwwerkzaamheden uitvoeren. En als je kijkt naar dus die richtlijnen die er zijn, dan hebben die bedrijven ook een verantwoordelijkheid. Die moeten dus in die hele keten moeten zorgen dat daar allemaal oké is. Dus ook al die onderaannemers. Ja, en Matthijs, jij zegt ze hebben vaak ook helemaal geen zicht op wat er daar gebeurt als ze daar eenmaal een opdracht hebben. Ze komen de boel afleveren daar en sommigen laten zich heel makkelijk afschepen ook. Ja. Die vragen bijvoorbeeld aan de hoofdaannemer, beveiligen jullie het allemaal wel goed? En dan laten ze de contracten zien en dan zijn ze overtuigd. Maar je hebt ook bedrijven die zeggen dat ze het vergeten zijn. Ja, dat heel vreemd, maar dat gelooft niemand natuurlijk. Nee, er wordt soms ook gezegd, ja, maar er is wel al veel gebeurd, hè, in Qatar. Het minimumloon is omhoog en dat kafala-systeem is minder erg. En zijn dat allemaal De minimumloon is 250 euro, hè. Daar doet de KNVB ook heel stoer mee. Dankzij ons, zeggen ze vaak, is de minimumloon ingevoerd, zegt Gijs de Jong. Is 250 euro en de mensen werken daar
275 zou kunnen, ja. Mensen werken daar 12, 14, 15, 16 uur per dag. Kijk, als je het antwoord vraagt, zijn er dingen veranderd? Dan zou ik zeggen ja, want er zijn zeker vergeleken met 12 jaar geleden zijn er een aantal dingen veranderd. Vooral op papier, dat is het probleem. Voor een klein deel van de arbeiders heeft dat heel positief uitgewerkt. Mm-hmm. Maar voor een heel groot deel nog steeds helemaal niet. Dus de problemen die we zagen in 2010... waarbij mensen niet op tijd worden uitbetaald, hun overuren niet uitbetaald krijgen, veel te hoge bedragen betalen aan die bemiddelingsbureaus, waardoor ze hoge leningen moeten afsluiten. Dat mag niet. Dat moeten, die bedrijven die ze inhuren, moeten die eigenlijk gewoon terugbetalen. Dat doen ze niet. Dus dan hebben ze vaak, zijn ze meer dan de helft steeds kwijt per maand om terug te betalen aan leningen. Ja, dus ze komen er eigenlijk met schulden waar ze dan nog voor moeten gaan werken. Ja, en problemen bijvoorbeeld met veranderen van baan. Dat was een onderdeel van het kafale-systeem. Dat mensen toestemming moesten vragen van hun werkgever als ze van baan wilden veranderen. Nou, dat is op papier is dat afgeschaft. Maar in de praktijk zien we nog steeds dat werkgevers allerlei trucjes verzinnen om toch te verhinderen dat mensen van baan veranderen. Ik heb er wel een voorbeeld bij. Ik was in Bangladesh was ik ook bij een gastarbeider. Die was na 3 jaar teruggekeerd uit Qatar. En dat is in januari 2021 gebeurd. Dus toen was het kafala-systeem eigenlijk op papier al afgeschaft. Ja, en die is daar gewoon 3 jaar lang echt als ongedierte behandeld. Dus een stadionbouwer was het. En wel iemand die 3 jaar lang huilend heeft staan werken. Eigenlijk elke dag heeft gebalanceerd op de rand van de dood. Ook te maken heeft gekregen met salarisstraffen. Dus als hij bijvoorbeeld lui was, en onder lui kan je echt alles verstaan, hè? Als je even stond uit te rusten, of als je het gevoel kreeg dat je onwel werd, dan werd er zo 20% van je salaris afgenomen. En hij probeerde dus na 3 jaar probeerde hij van werkgever te wisselen. Die werkgever die kwam er toen achter, die kwam daarachter. En die heeft de politie ingelicht. En die politie die heeft hem toen op weg naar zijn werk uit de bus gehaald. Zijn werkvergunning geannuleerd, in de cel gegooid en gedeporteerd. En hij zei tegen mij, weet je wat het is, Matthijs? Ik ben in die 3 maanden in de gevangenis ben ik beter behandeld dan op de stadionbouwplaats. Ja. Ik kreeg gewoon een... Dat is wel bizar. Ja, ik kreeg ontbijt, ik kreeg lunch, ik kreeg avondeten. Ik kon normale uren slapen. Ik kon zelfs tv kijken. Dat was misschien nog het meest erge van allemaal. Ja, en de politie werkt daar gewoon aan mee. Ja, zeker. Ja, de politie werkt daar mee. Ja, absoluut. Wij kunnen hier heel lang wat dingen roepen en wat mensen proberen te overtuigen. Maar het komt nooit over, in ieder geval niet de hele wereld over, als Van Dijk of weet ik veel, De Jong dat zou doen of Memphis. Ja. Het zijn allemaal jongens die toch wel ergens aan verbonden zijn en zich maatschappelijk betrokken voelen. Ja, en nu dan? Weet je, nu dat het echt ergens over gaat, en nu kun je echt gewoon de hele wereld toespreken. Waarom hou je je stil? De KNVB heb je uitgebreid gesproken. Wat vond je daarvan? Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ze beloven veel, maar doen eigenlijk in principe niet zoveel. Ja, niet dat je echt onder de indruk van moet raken van zo'n one love band. Ik bedoel, ja. Ga dan een regenboog armband dragen als je echt voor de gay community wil opkomen. Of andere shirtjes, ja, voetbal support change. Ja, wat voor change, waar heb je het over? Ze kiezen altijd voor de makkelijkste weg. Ja. En de KNVB zegt heel veel en probeert zich te profileren als een van de strijders voor al die gastarbeiders. Maar als puntje op paaltje komt, dan doen ze werkelijk helemaal niks. Floor, Amnesty die heeft ook een samenwerking aangegaan met de KNVB. Nou, geen samenwerking. Dat zouden ze graag zo willen brengen, dat wij samenwerken. Maar we zijn met ze in gesprek gegaan, 2 jaar geleden ongeveer. In elk interview, we gaan met Amnesty International. Daarvoor jullie naam wordt gewoon misbruikt. Continu, al anderhalf jaar lang. We hebben ook steeds wel heel duidelijk tegen de media gezegd van, wij zijn met ze in gesprek gegaan, omdat zij zijn lid van de FIFA. Dus zij hebben een rol te spelen daar om druk uit te oefenen eigenlijk op FIFA om in actie te komen. Maar ze hebben ook een verantwoordelijkheid als ze zelf, op een gegeven moment waren ze door de kwalificaties, zouden ze zelf ook allerlei hotels gaan boeken. Dus ze hebben gezegd, jullie moeten ook heel goed kijken, gewoon naar jullie diensten die jullie inhuren en hoe het daar geregeld is. Nou ja, soms zeiden we, dit was goed wat jullie deden, en dan waren we weer kritisch. Nou, dat vonden ze vaak heel moeilijk als we dan kritisch waren in publiek, hè? Want dan zeiden ze, we zijn toch in gesprek? Ja, maar zo werken wij ook gewoon. We zeggen ook publiekelijk wat we dan vinden van wat jullie doen. En het grootste probleem was steeds
dat de KNVB weigerde om de FIFA publiekelijk aan te spreken. Dus ze zeiden van, we doen achter de schermen wel, hè, delen we al jullie zorgen. Maar zeiden ook, ja, dat kunnen we niet controleren. En bovendien, het is het publieke druk, dat gaat het hem doen. Want ja, dus dat zien we natuurlijk de afgelopen 10 jaar... door die publieke aandacht voor wat er gebeurd is in Qatar. Zij is de FIFA op gang gekomen en Qatar ook. En nou ja, dat hebben ze dus niet gedaan tot 2 maanden geleden, geloof ik. We hebben een grote campagne met een oproep om aan de FIFA en Qatar om arbeiders te compenseren. Dat fonds is er nog steeds niet, maar op dit punt hebben ze wel echt een duidelijke boodschap overgedragen aan de FIFA. En dat komt ook deels, denk ik, omdat de FIFA heeft het gewoon niet goed aangepakt met die bonden. Die weigerde gewoon reactie te geven op vragen. Ze zeggen nu dat ze voor compensatie zijn en dan verwijzen ze naar dat Qatar al 300 miljoen heeft betaald aan arbeiders. Het gaat alleen maar om onbetaalde salarissen vanaf 2019. Dus al die jaren daarvoor, daar hebben ze het niet over. Qatar weet dat als de FIFA zegt, wij erkennen dat we moeten zorgen voor compensatie, ja, dan moet Qatar dus ook. Wij hebben gezegd aan de FIFA, jullie moeten het symbolische bedrag van 440 miljoen in dat fonds stoppen. Dat is het prijzengeld van het WK. Maar het gaat waarschijnlijk om het tienvoudige misschien wel. Want alleen al de betaalde bedragen die mensen aan bemiddelingsbureaus hebben betaald om die baan überhaupt te krijgen, gaat al om honderden miljoenen euro's. Floor, ik heb een vraagje aan jou. Ja. Jullie hebben intensief gewerkt met de KNVB al een hele tijd. Ben je nou teleurgesteld over de acties die uitblijven eigenlijk vanuit de, al was het de spelers of al was het de bondscoach? Vandaag heeft Van Gaal gezegd, het is nu klaar met de politiek. We gaan nu ons alleen maar focussen op het voetbal. Als we het hebben over de verantwoordelijkheden in dit hele verhaal, dan hebben we het over de bedrijven en overheden. En de KNVB is dan ook een bedrijf in die zin. Dus die hebben daar een verantwoordelijkheid volgens internationale standaarden. De spelers, daar gaat het om een morele verantwoordelijkheid. Dus daar kunnen we niet heel hard van zeggen, ja, dit moet je doen. Dus we hebben ook steeds gezegd van, die spelers krijgen vragen van de media, want ja, de sportjournalistiek is nu ook heel erg gericht op dit onderwerp. Dus laat ze dan op zijn minst goed geïnformeerd zijn. Want anders slaan ze ook een beetje een raar figuur. We hebben inderdaad een filmpje mogen laten zien aan de spelers van 3 minuten, waarin we dus heel kort zeggen, dit is aan de hand. We zeggen ook, jullie zijn niet verantwoordelijk, want dat is ook zo. Maar je kan wel je stem gebruiken. En als je dat doet, vraag dan om dat compensatiefonds. Ja. Nou, toen heeft diezelfde dag Van Gaal wel in antwoord op een journalist dat hij vond dat mensen gecompenseerd moesten worden. Maar de spelers, die hebben, het enige wat ze zeggen was, we moeten onze eigen mening vormen. Nou ja, daar zijn ze dan nu nog steeds mee bezig, denk ik. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig inschatten of dat dan een beslissing is van de spelers om dat zelf niet te doen, omdat ze zich niet stevig genoeg daarin voelen. Of dat er heel duidelijk vanuit de KNVB wordt gezegd, doe het niet. Want zoveel andere spelers hebben het wel gedaan. Dus het is ook niet zo dat het heel erg op zou vallen dat ineens zij de enige zijn die dat zeggen. Maar Nederland is wel een beetje, ik bedoel, je ziet de Duitse team staat met hun hand voor mond op de foto. Dat is iets. Er zijn al ministers van Buitenlandse Zaken die wel dan zo'n band om hebben op de tribune. Denemarken doneert geloof ik 1 euro per goal aan de arbeidsmigranten. En Nederland, 1 euro per goal. Ja, het is niet heel veel. Maar het is altijd nog meer dan wat Nederland. Nederland doet gewoon niks. Behalve dus dat ze op die trainingsdag vorige week donderdag met een groepje geselecteerde arbeidsmigranten zijn gaan trainen. En voor de media. En wij dachten, nou ja, misschien is dat dan het moment. Ja. Dat dan daarna de spelers worden gevraagd om er iets over te zeggen. En nou ja, toen hebben ze ook niks gezegd. Maar doet de KNVB dan niet ook mee aan het hele FIFA-gebeuren door dit soort toneelstukje op te voeren met de, zoals je zegt, geselecteerde arbeidsmigranten? Ja, zij zijn een onderdeel van de FIFA. Dat is ook de reden dat ze zo lang hebben geweigerd om de FIFA publiekelijk aan te spreken. En Nederland is ook zo'n land dat zegt, we gaan erheen voor de dialoog. Matthijs, is dat in dit geval, was het een goed idee om toch te gaan, om te praten? Nou, er wordt niet gepraat. Dat is het hele probleem. De KNVB die heeft gezegd dat ze daar in de overtuiging naartoe gingen. Want ja, je kan niks veranderen als je er niet bij bent. Nou, we hebben het er net over gehad. Het plan is nu om er helemaal niks meer aan te doen. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar wie we sturen vanuit het kabinet. Want Connie Helder die komt bij Qatar op de tribune zitten. Maar ja, mevrouw Helder heeft geen mensenrechten in de portefeuille. Nee.
Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar nou precies gaat doen. Denken jullie dat de koning nog gaat? Nou, de laatste wedstrijd is tegen Qatar. En ja, als je de emir niet wil beledigen en achteraan de rij moet aansluiten als het om gas gaat straks, dan wil hij wel die kant op gaan, denk ik. Ik denk dat ze net zo lang wachten totdat de stemming omslaat en dat het allemaal positiever wordt en dat er dan dus ook draagvlak is voor de koning om te gaan. Oké, dank jullie wel.